Ik vind het belachelijk dat Haarlem een vuurwerkverbod heeft ingesteld. Een afsteekverbod, want het is geen verbod op het verkoop van het vuurwerk. Maar het is een afsteekverbod. En dat slaat nergens op, want de omringende gemeentes laten het wel toe. Dus dat betekent dat iemand in Schalkwijk niet mag afsteken. En gaat hij op de brug staan, bij Heemstede mag je het wel gaan afsteken. Dus het is allemaal zo krom als dat maar kan. Het is hemelsbreed 50 meter. De kans bestaat ook dus dat daar de Haarlemmers naartoe gaan om het daar af te steken. Dus het is het verschuiven van het probleem. Wat niet een probleem is. Want het legale vuurwerk is niet waar de problemen mee zijn. Dat is met het illegale vuurwerk. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Ik ga gewoon verkopen en de andere winkeliers, zover als ik heb begrepen ook. Ik verwacht dus dat de omzet wel degelijk naar beneden toe zou gaan, maar dat er wel degelijk wordt verkocht. En dat de mensen dus het ook gaat afsteken zometeen. Dus hoe gaan ze dat in hemelsnaam handhaven?